Een nieuwe actieve openingshandeling te verrichten. Niet alleen een rondje doorlopen, maar ook een team captain zijn in een kookchallenge. En zoals jullie zien staan er twee teams klaar. Jullie hebben al een beetje kennis gemaakt, de ingrediënten al bekeken, wat nagedacht misschien. Tadaa! Hoe vind je de samenwerking met jouw groep? Gaat goed. Ja, gaat goed. En jij? Perfect. Ja? Ja, ja, zeker. Nog fijner. Ja, nog want anders krijg je... Dames en heren, je hebt nog 10 minuten. 10 minuten? Ja, nee. Binding tussen het moment en je wilt vooruit in het leven, dan helpt het enorm als je een goede opleiding krijgt. Maar het helpt ook des te meer als je niet alleen een goede opleiding hebt, maar dat ook nog eens iets is wat heel erg aansluit, waar heel veel behoefte aan is. En wat je ziet in de horeca in onze stad, is een enorme behoefte aan bijvoorbeeld goede koks. Nou, we hebben net gezien, hier staan de goede koks van de toekomst staan hier een opleiding te doen en als we oefenen meteen in de praktijk. En ja, de afgelopen tijd hebben we geprobeerd de afgelopen jaren samen. En we echt samen in opgetrokken is juist om dit soort projecten de kans te geven. Omdat we merken dat er gewoon heel veel jongeren gewoon buiten het normale leven vallen. Om allerlei verschillende redenen. En heel vaak kan je daar niks aan doen. En dan is het heel belangrijk dat we projecten in de stad hebben waar je eigenlijk wordt geholpen aan je eigen talenten te werken. Weer een plek op onderwijs. En uiteindelijk bij de arbeidsmarkt. En ik vind het ook wel heel leuk om te zien dat een aantal van de eerste lichting, die ik gewoon ken en die ik ook in die afgelopen jaar heb gevolgd, dat die gewoon op zo'n goede plek terecht zijn gekomen. Dat gun ik jullie echt vanuit het diepste van mijn hart ook, jullie allemaal.
Want dat heb je gewoon verdiend. Heel veel succes, maar ook heel veel plezier. Ik hoop je de komende tijd vaak te zien en bij jullie te eten. En dat dat voor de rest ook gaat. Dank je wel.